De etappe naar Tupiza in Bolivia staat vooraf al bekend dat het waarschijnlijk de eerste bijltjesdag van de Dakar van 2017 gaat worden. Een lange etappe met een heel groot stuk duinen erin. Daar zou je omheen kunnen rijden, maar dan krijg je 12 uur straf. En eentje die verdeeld is in twee delen. Dit is het begin van het tweede deel. En het was inderdaad een hele, hele zware dag. Kijk maar. Yes, it's running. Niet te dicht op de lip, Peter. Een beetje ruimte pakken. To the right? To the right, to the trick, ja. Ja. Oké, Peter, gas. Ook daar gaat hij de binnenbocht pakken. Ja, daar is hij. Daar naar rechts. And now? I don't know. I think here. Here is a trick that goes right. You think here to the right and then down and to the left. So stop at the top, stop at the top just to take a look. Yeah, yeah, it looks good. Opschakelen lijken. Gas, opschakelen. Opschakelen, Peter. En naar links, naar links. Ja. En gas. Okay. Ja, pijl zit dan, Peter. We zitten goed. Ja? Ja. Eentje terug. Dat is te gevaarlijk, jongens, te kort bij. Te kort bij, hè? Gewoon een beetje afkijken, hun rijden goed in de duinen. Nee, dan gaan we. Ja. Let him go in front, dit samen niet. Die is goed, Peter. Ja, hier, daar moeten we heen, daar moeten we heen. Ja, sentinellen, sentinellen. Okay, he let us go. Fucking clamas. He's really crazy, eh? Yeah, but no, concentrate Peter, forget about it. What? Forget about it. We move forward. Move so fast you can. This must be broken. Yeah. Was it broken? I don't know. Oh. Keep going. And check the tires, and check the tires. Peter, welkom in Bolivia. Dit was de dag waar iedereen riep, oh duinen en oh dit en hoogte en nou vertel. Nou, ten eerste onderweg hebben wij wel een behoorlijke put een keer meegemaakt. Waardoor de drie mensen de cabine een aardige klap gehad hebben. Maar nou, we voelen ons even wat minder vandaag, maar dat is morgen weer over. En voor de rest, we hebben net wel even iets geraakt onder een brug. De brug was iets lager dan verwacht, maar ook dat kunnen we weer oplossen. Zevende geworden uiteindelijk, ja. Niks gewonnen, niks verloren ook. Want ja, dit is ook een dag, dan kan je gewoon in één keer 20, 30, 40, 50 minuten verliezen. Ik weet niet hoeveel wij precies. Volgens mij zaten we op 11 minuten plus net nog een keer een bandenwissel. Dus ik denk ongeveer 120 minuutjes, maar we doen nog steeds goed mee. We waren al heel opgelucht, hebben gewoon probleemloos door de duinen kwamen. Er zaten wel heel veel jeeps en zo vast.
En na de duinen hadden we een pad, een koers. En die klopte precies. En na 1500 meter moesten we eerst bij een berg stapel stenen komen met een soort hutje. Dat klopte ook nog precies. En dan moesten we 2 kilometer verder. Maar ja, er was wel hobbel de bobbel allemaal. Er was geen snelle piste. Zou er een waypoint moeten komen. Maar na 2,5 kilometer hadden we nog geen waypoint. Toen zijn we teruggedraaid. Maar ja, uiteindelijk hebben we daar een kwartier laten liggen. Of misschien wel 20 minuten. Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ja, ook er zijn meerdere equipes. Vooral de eerste 5 starten om de 3 minuten. En dan zie je elkaar niet. En vanaf de 6e, dan starten ze om de 2 minuten. En als je dan iemand de goede piste heeft, dan zien ze waar naartoe moeten. Dus het was een beetje het nadeel dat we vandaag als 5e terug gestart zijn. En eigenlijk wel jammer, want ja, een kwartier ben je zo kwijt met op en neer hobbelen. Yeah, today we think in this our day for catch the good result. But it was opposite. Today we are unlucky. When we come to dunes, our engine says, sorry guys, today I no give you power. Our turbo is not working, no power, we can't to start on the flat. Before the dunes we tried to start it on the sand, but this it was impossible. We take a decision, take different way around part of stage, take a big penalty for 12 hours, but this is only one solution for continue the race. That's it. The Ural Baker MAN Rally Team is supported by the following companies. The Ural Baker MAN Rally Team supports Stop ALS for better research and treatment of the ALS neurological disease. Kunnen we hier wel onderdoor? Ja. Kijken? Ja. Dat is het zeker.